Ze nog? Wij hebben in onze kerkelijke wereld uh, aandacht voor de oudste. We hebben diakenen. We hebben pastoraal diakonaal werkers of een dominee. Maar we hebben niet een soort vaste functie van profeet, die dan weer door die of dan weer door die wordt vervuld. In andere kerken is dat soms meer gebruikelijk dan in onze gereformeerde traditie. Maar de vraag kan natuurlijk wel gesteld worden, wat betekent profeteren in onze kerkelijke en christelijke wereld? En die vraag breng ik naar voren bij deze Bijbelstudie, de zevende in de serie over Joel, waar het onder andere gaat over hoofdstuk 3 van het boek, waarin de profeet aankondigt dat God zijn heilige geest geeft. Zichzelf deelt met de mensen, en dat zal tot effect hebben dat ze gaan profiteren. Er staat in hoofdstuk 3, vers 1: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft, jullie zonen en dochters zullen profiteren, oude mensen zullen dromen dromen, jongeren zullen visioenen zien. En zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitstorten, uitgieten. De opsomming van verschillende soorten mensen. dat is iets wat ook weer terugkomt, of eigenlijk vervolg is op wat we al hoorden in hoofdstuk 2. Want het hele volk moest bijeenkomen. De oude mensen. Hoofdstuk 2, vers 16, de kinderen, zelfs de zuigelingen aan de borst, bruid en bruidegom, priesters. Nou, zoals daar allerlei soorten mensen worden genoemd om te komen, om te bidden, zal nu ook over al dat soort mensen, al die soorten mensen, God zijn heilige geest uitstorten. Het werkwoord profeteren. Dat hebben wij dus eigenlijk niet zo heel erg nadrukkelijk in onze aandacht. Maar het is wel een onderdeel wat je zou kunnen benutten of, of kunnen bespreken, waar het gaat over je rol als christen. In ons kerkelijk leerboek, de Catechismus, staat ook in zondag 12 dat je een christen bent en dat je als christen jezelf ook kan beschouwen als een profeet om Gods naam te beleiden. Dus dat roept situaties in, in beeld waarin jij een goed woord over God doet tegenover mensen die hem bijvoorbeeld niet kennen. Of bij situaties waarin er uh, niet geleefd wordt zoals God het wil, dat je dan juist Gods naam wel naar voren brengt en zijn wil uit uh, aanwijst. He, zoals een Joël profeet was in een situatie van een crisis... En het volk oproept om te gaan bidden en vasten. Dus ja, een interessant gesprekspunt is: in welke situaties heb jij dat gedaan? Tegenover wie? En hoe was dat dan? En wat voor soort reactie kreeg je erop? Als ik aan mijn eigen ervaring denk, dan is het uh, in de loop van de jaren toch steeds gebeurd dat ik ook in contact kwam met niet-christenen. En dat ik dat eigenlijk juist zeer interessant vond, omdat je daar de meest vanzelfsprekende dingen merkte dat die in discussie werden getrokken. Je kan wel praten over God of over wat Jezus gedaan heeft of wat Gods geest in jouw leven doet, maar wat betekent dat dan? En wie is dat dan? En bestaat die eigenlijk wel? Dus zo is juist het profeteren over God ook een uitdaging om het zo duidelijk mogelijk te kunnen zeggen wat je zelf begrepen hebt, wat je zelf bent gaan geloven en eigenlijk dus ook wie je hebt leren kennen. Want de geest van God is God in eigen persoon in jouw en mijn leven. En wat nou zo aardig is in dit gedeelte is dat het niet een soort opdracht is van dan moet je gaan profiteren. Maar dat er eigenlijk staat dat als God die geest gaat uitstorten dat het dan gaat gebeuren. Alsof het een soort van zelfsprekendheid. Nou, ook dat levert denk ik mooie gesprekstof op. Zien we die van zelfsprekendheid? Of als het er niet is, waar ligt dat dan aan? En hoe luister je naar dit gedeelte uit Joel in onze tijd? Hebben wij daar niet heel veel behoefte aan met elkaar? Nou, ik wens jullie een goed moment toe als je hierover met elkaar in gesprek bent of misschien wel zo voor jezelf alleen overweegt. En zo hoop ik dat ook deze Bijbelstudie je helpt om dichter bij God te komen en meer van hem te kennen. Ik wens jullie dus veel plezier erbij en graag tot de volgende keer.